Vandaag de meest aangevraagde video op ons YouTube-kanaal. Welkom, leuk dat je kijkt. Mijn naam is Martin en we staan hier in Tuincentrum Aralia. En ook namens WispelVillage.nl bouwen we een kerstdorp. Maar niet zomaar één. Deze is, nou, bij elke video kwam er wel een reactie. We willen een skipiste, we willen een aperski, we willen een dorp zien waar skiers, snowboarders te zien zijn. Dat hebben we al wel eens gedaan, maar vandaag pakken we het extra groot aan. Je ziet het achter me, we gaan van boven in de bergen met meerdere skipistes. En eigenlijk ook meerdere skiliften gaan we naar beneden. En uiteindelijk maken we ook een dorp in het dal waar dan geaperskied kan worden. We werken altijd van boven naar beneden. En wij maken hier gebruik van behang. Je kan allerlei soorten behang gebruiken. Daar maken wij proppen van. Die vouwen wij uit en die zetten wij vast op piepschuim met krammetjes. Vervolgens wordt het met spuitverf op de gewenste kleur gespoten en we gaan verder met poedersneeuw om het leuk af te werken. We gaan op deze skipiste meerdere kabelbanen opzetten van het merk Jegendorfer. Ik heb aparte video van kabelbanen gemaakt en die zijn te vinden in de omschrijving. We gaan nu verder met de skipiste. We plakken met transparante tape op stevig papier of je kan ook wit karton gebruiken. En we maken zo een glooiende skipiste. We bouwen in meerdere lagen, dus op iedere laag hebben wij een stekkerdoos liggen, zodat wij op iedere laag verlichting kunnen aansluiten of huisjes. Mijn collega Jan die helpt een handje met het plaatsen van de waterval. De waterval die zetten wij op vijverfolie. Vijverfolie zorgt ervoor dat de spetters niet bij de elektriciteit komen. Links van de waterval heb ik weer met wit karton een skibaan gemaakt, zodat we die ook weer kunnen afwerken, poppetjes erop kunnen zetten. En zoals je hier kunt zien is dit het resultaat. Hier hebben wij de basis uitgezet voor de skibanen. En ik ga die skibanen verlichten door spotjes te plaatsen. En waar je ook gebruik van kan maken is van field lights. Het voordeel van de field lights is dat je ieder spotje kan je op een andere positie draaien, zodat je op meerdere plekken het skibaantje kan verlichten. En om het leuk af te werken, plaatsen we verschillende skiers op de baan. Oké, onze skilift die staat en onze skibaan eigenlijk ook. Dus we hebben twee grote skiliften en je ziet daar omheen dus de figuurtjes al. We hebben papier gebruikt en zakken aarde om de baan te maken, om het glooiend te maken. In plaats van de hoekige vormen die je vaak krijgt wanneer je pellets of piepschuim zou gebruiken. En we hebben bovenin hebben we een aantal huisjes neergezet. Dat wordt meer een stukje waar gewandeld en gelanglaufd kan worden. Terwijl hier natuurlijk veel skiers en snowboarders gaan zijn. En ja, hier onderin, daar wordt geaperskiet. Tot zover hebben we de skipiste gemaakt. Deze basis houden we nu even voor wat het is. En wij gaan nu verder boven op de skipiste om daar het eerst af te werken. Boven op de berg gaan we een helikopterlandplaats bouwen. Dus daar komt deze uiteindelijk. We gaan een lichtsnoer gaan we bevestigen.
Deze gaan we in een rondje doen. Gebruiken we plakband voor of tape om hem vast te zetten. En uiteindelijk komt de helikopter erop en lijkt het dus van een afstand alsof de helikopter daar kan landen in het geval van nood. Zoals ook in een skigebied. Hier snij je weer een stuk behang, maken weer proppen van en vouwen we uit elkaar om er weer een bergstructuur van te maken. Ik scheur hier van de randen stukjes af. Dit hoeft niet strak te worden gedaan, zodat als je hem aansluit op de huidige berg, een mooie glooiende aansluiting krijgt. Dit bevestig ik met krammetjes. Voor ons lijkt het net of je een hele leuke surprise aan het maken bent. Ik lijm nog meer vlakken vast, zodat het goed bevestigd zit aan de skibaan. En uiteindelijk spuiten we net als het bovengedeelte het af met spuitverf en werken we af met poedersneeuw, omdat we daar dadelijk niet meer bij kunnen. Om te voorkomen dat de sneeuw naar beneden rolt, gebruik ik hier spuitlijm om de sneeuw vast te laten maken. Ik werk het ook verder af met mos. Rondom de waterval werken wij het ook af met behang, zodat het opgaat in de rest van het geheel. De skipalen heb ik al geplaatst en hier rijg ik de netten aan vast. Met prikkers zorg ik ervoor dat het piepschuim vast blijft zitten. Wil jij weten hoe deze skischans is gemaakt? Hou dan ons YouTube kanaal in de gaten, dan kom je erachter zodra die gepost is. Hier plaatsen wij een huis en daarvoor plaatsen wij de open haard om het sfeervol te maken. Voor de open haard plaatsen wij twee trappetjes, zodat de mensen die onderaan de skibaan zijn ook gezellig de chocolaterie kunnen. Nu we het bovenhema hebben afgewerkt, gaan we beneden verder met het dorp om deze leuk aan te kleden. Ik snij hier met een mes stukjes piepschuim eruit om een trappetje te creëren. En met kurkmat, die ik ook snijd, maak ik paadjes. De krammetjes zijn mijn grootste vriend, dus ook hier maak ik daar goed gebruik van. En ik werk de kurkmat af met poedersneeuw. Hier bij de attracties hebben we de bedrading afgeplakt.
Vervolgens gaan wij nu verder met de kit. Wij plaatsen kit als een soort zigzagstrook over het karton. Vervolgens gooien wij hier grind overheen. Wij willen wel bij de skilift kunnen komen, daarom maken wij gebruik van stapstenen in het dorp. Om deze te camoufleren hebben wij van piepschuim en behang een berg gemaakt. Je kan ook bergen kopen om deze stapstenen af te werken. Wij hebben een aparte video waarin wij 5 manieren uitleggen om de berg te maken. Hier ga ik een berg maken en als ondergrond gebruik ik piepschuim. Het piepschuim werk ik af met behang. Het behang dat bevestigen we aan het piepschuim met krammetjes. En we gebruiken kit om vervolgens mos aan de berg te bevestigen. Vervolgens spuiten we de berg in de juiste kleur en plaatsen we er wat boompjes op. De lantaarntjes die plaats ik vast met kit en de bedrading plak ik af met tape, zodat ik grind overheen kan strooien. En nu zal ik je het eindresultaat laten zien. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je het nu een leuke video? Geef dan even een duimpje omhoog en abonneer op ons YouTube kanaal. En vergeet niet op de link te klikken met 20%. En dan ga je naar onze webshop wispelvillage.nl. Daar hebben we 20% korting op al deze Lemax artikelen. En het grootste assortiment van heel Europa. En ik hoop je heel graag te zien bij een volgende video.